Hi. Ik ben blij, want ik ben alleen vandaag. Niet dat ik heel veel last heb als de mannen thuis zijn. Maar ja, ik ben ook niet blij. En we hebben namelijk Wessel gisteren naar het vliegveld gebracht. En die is op vakantie. Voor de allereerste keer in zijn eentje. Nou zullen de meeste mensen denken, ah joh, weet je wel, zo'n gozer. En die is een paar weken geleden 20 geworden. 2 weken geleden pas is hij 20 geworden. En dat mensen dan denken van... Mensen zeggen, dat heb ik heel veel mensen horen zeggen, je vergeet het. Ik ben nog helemaal niets vergeten van hoe klein die was en hoe schattig die was en hoeveel pijn het deed. Ik had echt een bevalling from hell. En toch wilde ik het nog wel een keer doen, maar dat is niet gelukt. Maar... Wessel deed er 44 uur over, hè? Laten we even eerder... Sorry, de camera aanzetten. Wessel deed er 44 uur over vanaf de eerste week tot uiteindelijk dat hij geboren is. En toen is hij alsnog gehaald in het ziekenhuis met een tang. Omdat ik al 3 kwartier aan het persen was, 2 nachten wakker was geweest van meneer. En hij kwam er niet, en hij kwam er niet, en hij kwam er niet. Maar goed, buiten dat. Hij is nu voor de allereerste keer met een vriend, een collega vriend op vakantie naar Turkije. Maar goed, we gaan vandaag een nieuw merk voor mij proberen. Het is by no means een nieuw merk op de markt. Dan zit ik weer zo laag. Waarom? Zo, ja. Hier. Ja, beter. Maar goed, ik ben er niet eerder aan toegekomen dan het nu te proberen. Zoeva. Ik heb een aantal dingetjes van Zoeva. En daar gaan we gewoon even leuk mee spelen. Dit is een... zit onder de poeder trouwens, maar dat geeft niet. Dit is een face palette. Daar ben ik op zich niet heel erg fan van. Ik hou niet zo van... Ik heb daar een vuilnisdoos staan. Van paletten. Deze is wel heel mooi. Mooie blush. Mooie bronzer. Ja, ook iets rozigs. En een highlighter. Ik ga even proberen. Het is een beetje poederig. In ieder geval de bronzer. Dan zal ik daarmee beginnen, met de bronzer. Dat doe ik altijd met zo'n... Nou, niet altijd, maar poederbronzer vaak wel. Kijk. Dat is een beetje te veel. Ik ga heel even iets erbij pakken om te blenden. Dat is dan met die andere niet heel handig, maar deze wel. Oké. Het is een mooie kleur. Er zit genoeg pigment op. Wees voorzichtig. De bronzer is ook een beetje poederig. Dan gaan we de blush doen. Ja. Ja. Wat moet je ervan zeggen? Prachtige kleur. En die ga ik ook een beetje hier doen. Als een soort one and done.
oogschaduw. We hebben trouwens ook geboekt voor. Ook, we gaan ook op vakantie nu, want ja, als Wessel zo groot wordt, dan maakt dat voor ons ook deuren open, zeg maar. Ik ga wat van die roze shimmerkleur. Peachy is het eigenlijk meer. Een beetje hier op het ooglid doen. Dennis en ik gaan in september pas hoor, maar dan gaan we een paar dagen naar Zuid-Frankrijk. Niet heel lang, maar gewoon even een paar dagen. Naar de Côte d'Azur. En we hebben geboekt voor Dennis' verjaardag. Dennis wordt 50 dit jaar, hij is als 20 geworden. Dus nou, dan is dat wel iets... gevierd moet worden. Ik ga de highlighter pakken. Ze hebben ook namen trouwens. De bronzer heet Vision. De blush heet Empathy. Dan heet die rozige shimmer blush, zeg maar, Euphoria. En de highlighter heet Gratitude. En die is... wat geel goud. En wel redelijk subtiel. Dat geeft niet, dat vind ik niet erg. Maar als je van een verblindende highlighter houdt, dan is dit hem niet. Oké. Oh ja. Ik had ook een concealer. Die ben ik vergeten. En ik heb ook concealer op. Volgende keer. Dan heb ik van Zoeva een aantal oogpotloden. Ik heb... Ik wou zeggen, waar is mijn bril? Dit is een... ja, eyeliner. In de kleur Gratitude. Oh, hier zo. Het is een Limited Joy Eyeliner Pencil. En die heb ik ook in de kleur... Integrity. Dat is dan een beetje... Hier, ze zijn goud, maar dan op de achterkant staat. Ja. Dus, nou, doosjes weg. Ik ga deze. De Gratitude. Ze zijn heel milky. En dan deze wil ik graag. Zal ik daarmee tightlinen? Is dat een idee? Hele zachte penselen, absoluut. Ik doe toch even een lijntje. Ook even om jullie te laten zien. Dan zoek ik even een smudger brush. Waar is die nou weer? Hier. Kijk, je kan dit lijntje heel erg
uitvagen. Zelfs tot een klein wingetje. Ik doe dan een beetje zo. Het is een hele zachte potlood namelijk. Zo. Wel heel mooi. Het is allemaal een beetje rosy. Ik hou er wel van. Even een krulletje in de wimpers maken. Laat het even een paar keer knijpen. En dan heb ik een mini van de mascara. Oh, ik zie dat in mijn oog. Dit is de Infinite Potential Mascara Full Volume in Black. Dat ziet er gewoon zo uit. Er zit niks. En omdat ik heel veel mascara's heb, dacht ik, ik neem een mini. Een hele grote. Borstel op. Het is een beetje dikkige formule. Zeg maar, ik vind de volume de Chanel altijd een beetje dunnig. En ik moet zeggen dat deze echt. Heel mooi doet. Klein beetje op de onderste wimpers. Ik wil nog een heel klein laagje om te kijken of ik hem kan bouwen en wat hij dan doet. Je kan hem zeker bouwen. Een tweede laagje wordt hij niet heel klampy. Je moet wel even uitkijken dat je niet te veel op je borsteltje hebt zitten, want het is inderdaad een soort cremige substantie. Oké, ja. Dat was niet een goed idee. Eén laagje is genoeg. Eén laagje is meer dan genoeg. Deze laten we even opdrogen. Deze niet. Deze kan gewoon zo weg. Zo. Eén laag is genoeg. Het is een hele cremige substantie. Maar hij geeft wel mooi zwart volume. Kijk, het zit hier nu ook. Dit was wat ik heb van Sueva. Behalve de concealer. Waarvan ik kan verraden of verklappen dat dat een hele fijne concealer is. Voor een beetje correcting ook. Wat vind ik ervan? Ik vind het mooi. Ik vind het een fijne product om mee te werken. Het is in de pen, ik weet niet of je het kan zien, een beetje poederig. Maar het zijn mooie kleuren. Je kan ze multifunctioneel gebruiken. De mascara doet het goed. Maar één laagje is genoeg. De potloden. Oké. De potloden zijn zacht. Of die heel lang blijven zitten, weet ik niet. Maar je kan ze heel makkelijk smutsen. Naar een dikke lijn, dunne lijn, wat je zelf wil. Over het algemeen ben ik wel tevreden over dit merk tot nu toe. Wat ik ervan geprobeerd heb. Dit waren natuurlijk probeersels voor mij, maar dat
Nou, tot nu toe vind ik het niet heel vervelend. Ja. Nee. Ik zou nog wel dingen willen proberen. Ja. Ik ga de mascara zeker in de full size kopen. Ik vind hem erg fijn. Hij zit mooi. Hij geeft echt volume. Het is een wat dikkere, cremigere substantie. Wat ik heel fijn vind. Ik hou niet van hele dunne dingen. Ik heb hier nu even wat ongelukjes mee gehad. Maar dat gaan we zo meteen oplossen. Dat was het voor vandaag. Ik ga de make-up afmaken en aan de dag beginnen. En dan, ik heb een huishoudendag. Dus een lekker shirtje aan en mijn haar in een klemmetje. En, lekker makkelijk. Wat ik ook van Soeva heb, zit ik me net te bedenken, is een lipgloss. Die heb ik al langer, overigens. Ik ga eens kijken of ik kan lezen wat erop staat. Nee, dat gaat niet. Dit is Smile with Powerful Lip Shine. Lipgloss. Ik zie hier dat Soeva een Duits merk is. Deze had ik al. Deze zat niet bij deze bestelling, maar deze had ik al. En is een hele mooie nude natural lipgloss. Is een prima product. Oh, ik heb een kartonnetje. Ja, dat was hem. Bedankt voor het kijken en dan tot de volgende keer. Doei.